Andrea Pirlo speelt de bal voor Milan. Pirlo zal uitvallen in de 22e minuut in deze wedstrijd tegen Roma en vervangen worden door Seedorf. Dit is Robinho. De bal terugleggen op Ibrahimovic lijkt een betere optie. Robinho gaat voor eigen succes. Geen beste eerste helft. Van beide kanten niet. En dus gauw door naar de tweede helft. Daar zitten we al halverwege. Als Jeremy Menez de bal hier heeft aan de rechterkant voor Roma. Als Abate de bal probeert weg te werken. Maar hem tegen Borriello aantrapt. En via hem karamboleert de bal het doel in. Borriello vorig seizoen nog bij Milan. Hardwerkend tegen zijn oude ploeg. In de warming-up had hij nog een masker op vanwege een botbreuk in het gezicht. Vorige week opgelopen tegen Bari. Dit is een prachtige volley van De Rossi. Die voor de zekerheid wordt overgetikt door Abbiati. Milan verliest de slag op het middenveld. En uiteindelijk ook de wedstrijd van Roma met 1-0. Deze omhaal van invaller Ronaldinho gaat over. Derde nederlaag van het seizoen voor de Rossoneri.